Waar je feiten tegenover aanloopt nu is dat je te slim bent. Nou, dat was echt heel vaak gezegd. Met andere regels, je kan het goed zelf regelen. Ja, maar dat heeft met slim voor mij weinig te maken. Want ik kan wel slim zijn op school, dat ik goed kan studeren en lesstof in me op kan nemen. Maar over moeder zijn weet ik denk ik net zo weinig af als iedereen hier. Het is voor mij ook nieuw en ik moet het ook leren. En wat dat betreft ben ik echt niet slimmer als wie dan ook hier. In ieder geval het idee van een nieuw begin. Dat is al een bepaald, bepaald ingangs. In ieder geval dat Damien dit organiseert en dit bij elkaar brengt. En als gevolg daarvan zoiets uit voort kan komen of aangekoppeld zou kunnen worden. Het is gewoon hele belangrijke input. Dus waarin dingen zichtbaar worden van waar liggen de knelpunten. Ja. En uiteindelijk ook aan de professionals om te reageren. Want met één organisatie red je het niet. Je hebt nooit de voldoende kennis en know-how. Dat kan gewoon niet. Daarvoor zijn de cases, de mensen hun problemen te complex voor. Dus wij moeten denk ik ook als professionals en als vrouwen, de jonge vrouwen of onze medemensen gewoon ook kunnen adviseren. En dan, als je dat samenbrengt in een virtueel platform, dan is het voor anderen ook zichtbaar. Ja. Hoe dingen bewegen. Je moet dingen zichtbaar, denk ik, maken. Klopt. Maar vanaf vandaag kunnen wij twee cases gebruiken om heel veel knoppen volgens een strategie te gebruiken over een bepaalde groep. Samen met haar bijvoorbeeld een handtekeningactie. Ja, als groep. Ik wil helpen om die handtekeningactie op te zetten. Want zij kunnen over 6 maanden niet wachten. Er moet direct ingegrepen worden op machtsmisbruik enzovoorts. Ja. En een brief gaan dat wij eigenlijk bezorgd zijn. En dat wij ondertekenen dat er een onderzoek moet komen. En we willen weten wat er met het kind gebeurd is. En we willen weten wanneer het kind teruggaat. Yes. Inzichtelijkheid. Daarop aansluiten, hè? Want dat is heel belangrijk. Dat je kijkt, je uitzoekt wat je rechten zijn. Maar ook de andere kant laten zien dat er krachten zijn. Want nou hebben we het over... En er zijn ook heel veel problemen. Maar je moet ook kunnen laten zien wat de krachten zijn. Maar dat dus bedoel ik juist. Nee, maar dan ga je uit van een probleem, zeg maar. Maar dat het ook de kans heeft om niet vanuit het probleem te vertrekken, maar vanuit wat je hebt aan rijkdom. Snapt u wat ik bedoel? Ja, de strategie moet bepaald worden. Dus, ja. Dus het is, er moet wel een balans zijn tussen inzetten op een probleem. Niet een negatieve inzet. Precies. Okay. Daar moet naar mijn inziens wel ruimte voor zijn. Want er is heel veel positiviteit aan tafel en in deze kamer. Ja. Dus daarom juist. Die positiviteit moet gebruikt worden. En niet gisteren, maar zo spoedig mogelijk volgens een bepaalde strategie. Dat een bepaalde doelstelling beoogt. En wanneer we elkaar weer ontmoeten, kunnen wij u vertellen, als wij dit en dit doen, wat de resultaten zijn. Of men terugkrijgt. Of mijn beleid wijzigen. Nou, doet is dus zeggen van goed, je krijgt een uitkering, maar jij moet dus binnen zoveel tijd, dan hebben ze voor jou al in een blauwdruk uitgerekend precies hoeveel tijd je erover moet doen om, laten we zeggen, die diploma te halen en dan weer aan het werk. Dus het perspectief van de overheid is niet gericht van, laten we zeggen, uit het integrale pakket waar wij het vandaag over hebben. Moeder zijn. Een goede burger zijn in je omgeving, maar ook bijdragen aan de maatschappij. Nee, de overheid kijkt alleen maar vanuit het perspectief van... uitkering en... Precies, en daarom. Want zij zegt van... Haar verhaal is vrij helder. Zij zegt van, goed, ik... Ik bedoel, zij heeft een baan, dus dat is onze zorg niet meer. Want zij heeft een baan. Ja. Zij heeft een eigen inkomen. Maar eigenlijk, want ze heeft nog de leeftijd dat ze niet de deeltijd, maar voltijd kan gaan studeren. Dat ook. Ja.